In deze studio Gasthuis kijken we naar de toekomst. Hoe gaat die eruit zien? Heeft u daar ideeën over? Hartelijk welkom bij weer een nieuwe studio Gasthuis. Hoe staat het nu met Horst Futures? Op de Hilto interviewde ik Marjolein Pijnappels en ik vond het toen een beetje een moeilijk project. Marjolein, heel eerlijk gezegd, vind ik dat nog. Hartelijk welkom trouwens. Dankjewel. Ja, dat mag. Nou, misschien kan ik er vandaag wat helderheid in scheppen. Wat we aan het doen zijn, wat we al gedaan hebben en wat we van plan zijn. Ja, want even in het kort, Horst Futures, dat staat voor? Horst Futures staat eigenlijk voor het lange termijn denken ontwikkelen binnen de gemeente samen met inwoners. Dus wij willen eigenlijk voor de komende 7 generaties die meenemen in de plannen die we nu maken. En dat idee is niet nieuw, dat is eigenlijk een heel oud inheems Amerikaans concept waarbij de Indiaanse bevolking daar eigenlijk 7 generaties in de toekomst meeneemt in de plannen die ze nu maken. En dat klinkt heel ver weg. No. Maar dat zorgt er dus wel voor dat je heel bewust bent van de impact die je hebt op de wereld nu en hoe die ook de toekomstige generaties gaat beïnvloeden. Mm-hmm. Vind ik dat ook even interessant wat je zegt, want wat hebben die Indianen uitgevoerd nu, 7 generaties later? Ja. Wat ze toen hebben bedacht. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, dit gaat specifiek om de Iroquois. Hè, die noem je eigenlijk dan de inheemse Amerikaanse bevolking. En voordat de kolonisten in Amerika kwamen, waren die heel erg verbonden met bijvoorbeeld de omgeving. Dus zij zorgden dat op het moment dat zij, die hadden ook die gebruikten ook dingen uit de natuur. Hè. Het was echt niet zo dat zij alleen maar op afstand bleven. Die hadden ook invloed, die veranderden ook dingen. Maar ze zorgden er altijd voor dat ze genoeg namen als wat zij nodig hadden, maar ook genoeg lieten liggen. Ja, maar ik wil even toe naar een concreet voorbeeld van toen bedachten ze, jaar geleden bedachten ze dat. En nu zien we dat is uitgevoerd. Nou, daar heb ik niet een concreet voorbeeld van de Iroquois van. Laat eens even denken of ik een ander voorbeeld kan pakken bijvoorbeeld. Nou, als je het hebt bijvoorbeeld over, een heel concreet voorbeeld, er is natuurlijk heel veel te doen op het moment over klimaatverandering en klimaatmaatregelen. Mm-hmm. En we vinden dat heel erg lastig, omdat we nu keuzes gaan maken of kunnen maken die misschien het iets, misschien hebben we dan iets minder geld of misschien hebben we iets minder mogelijkheden, maar die er wel voor zorgt dat in die toekomstige generaties dat mensen nog steeds fijn kunnen leven, dat ze nog steeds, dat we nog steeds voedsel kunnen verbouwen op onze plekken, dat we nog steeds voertuigen hebben. Olievoorraden raken op, zelfs bepaalde mineralen voor bepaalde dingen om te maken raken op. Als we daar nu al rekening mee houden, kunnen we nu misschien dingen anders doen, zodat we in de toekomst ook nog genoeg middelen hebben en ook op een fijne manier kunnen leven. Mm-hmm. Maar als ik dan even kijk, 7 generaties terug, mensen die 150 jaar geleden leefden, hebben die dat ook zo voor ons gedaan? Mm-hmm. En waarschijnlijk niet. Mm-hmm. Misschien wel. Heb jij daar het antwoord op? Nou, de industriële revolutie, die begon natuurlijk in die periode. En je ziet dat daarna de druk die wij als mensen eigenlijk op de natuurlijke hulpbronnen hebben gehad, dat die steeds groter is geworden. Ja. De kennis was er natuurlijk toen ook niet. Hè? Dus je kan je voorstellen dat... Maar als ik kijk, van toen was er ook niet zo'n Horst Future, En we hebben nu allemaal best, denk ik, voor de meeste mensen geldt het, denk ik, een goed leven. Mm-hmm. Maar hoe lang nog? En dat is de vraag die wij ons stellen. Hè. Ik denk dat een van de centrale vragen die ons ook voeden is, hè, dat we ons zorgen maken over de toekomst. Ik denk dat zeker, ook gezien de politieke en wereldontwikkeling die er op dit moment zijn, denk ik dat er veel mensen zich zorgen maken. En de oplossingen die daarvoor zijn, die zullen anders zijn. Mm-hmm. En wij willen eigenlijk dat op het moment dat we over oplossingen gaan nadenken, dat we dus wel die lange termijn meenemen. Ongeacht of generaties voor ons dat helemaal wel of niet gedaan hebben. Wij kunnen wel de generatie zijn die dat wel doet. Wij kunnen de generatie zijn die kan zeggen, wij luisteren naar ook de jongeren, maar ook de generaties die er nog niet zijn. Wij proberen ons te verplaatsen in mensen die nu geboren worden of die over 50 jaar geboren worden. En wij willen dat die terugkijken naar ons en zeggen, nou, die hebben dat goed gedaan. En niet zoals, we kunnen nu terugkijken naar de afgelopen 50 of 100 jaar en ons afvragen of de keuzes die we gemaakt hebben, of dat wel helemaal goed was, hè? Of dat wel een lange termijn plan had. Ik denk bij sommige dingen misschien niet, bij andere wel. Maar zou je dat niet altijd houden?
Want nu zijn jullie eigenlijk hartstikke goed bezig. Ja. Hè? Jullie willen het hartstikke goed doen voor de mensen in de toekomst. Maar er zullen natuurlijk altijd dingen zijn die wel goed zijn en die niet goed zijn. Ja, ja. En ik denk dat niemand heeft de wijsheid in pacht. Nee. Wij ook absoluut niet. Maar wij geloven heel erg in de kracht van mensen samenbrengen. Zeker ook mensen die misschien verschillend over de oplossingen van de problemen denken. En dat je samen kijkt naar hoe kunnen we in verbinding, samen met elkaar, vooruit gaan. Hoe kunnen we luisteren naar zo ook jongeren, naar ook ouderen, naar ook mensen die anders denken. En dan kijken welke mogelijke oplossingen er zijn. Mm-hmm. En wij geloven daarbij ook heel erg in de kracht van verbeelding. Mm-hmm. Ja, dus wij gebruiken die lange termijn. Dat is ontzettend ingewikkeld. Maar met de toekomst hebben wij eigenlijk nog niet zo heel veel van doen. Hè? Dat is een alles wat je daarover bedenkt kan waar zijn. Er zijn heel veel plannen gemaakt voor de toekomst en uiteindelijk was die toch weer anders. Hè? Ook met corona, dat overviel de wereld uiteindelijk ook op het moment dat het er kwam. Maar we kunnen wel door daarover na te denken, ruimte creëren om op een creatieve manier naar oplossingen te kijken. Want als we dingen doen zoals we ze altijd gedaan hebben, dan verandert er ook niets. Nee, dat is en ik denk dat veel mensen, hè, en nogmaals, iedereen denkt er anders over, wel denkt van dingen moeten anders. Mm-hmm. En wat je nu ziet is dat iedereen, of dat is mijn observatie, en ik heb het er ook veel over met Jan van der Sterren en Ian Schriever van de stichting Horse Futures. Wij zien dat mensen zich nu terugtrekken en ingraven in hun eigen ideeën, hun eigen gelijk. En we willen dat mensen daar voorbij gaan kijken. En door een creatieve setting te creëren waarin we dus gaan nadenken over hoe kan het ook anders. Even zonder wat dat precies voor jou of mij betekent, maar hoe kan het anders? Vinden we dat een mooie wereld? Ja, dan is dat denk ik een hele krachtige soort van baken of een vergezicht waar je naartoe kan werken. En dan kun je het gaan hebben over welke stapjes moeten we nemen. Ja, ja. Maar ja, je ziet aan de hand van mijn vragen dat ik het een heel abstract idee vind. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus ik wil je ook, daarom geef ik jou graag de gelegenheid om uit te leggen wat het is. En ik blijf het moeilijk vinden. Het is heel idealistisch. Mm-hmm. Zeker. Misschien kan ik het concreter maken. Nou, dat wil ik net vragen. Want jullie zijn ook bezig met concrete projecten. Ja, precies. Wij zijn, op dit moment hebben wij lessen gegeven op 3 scholen binnen de gemeente Horst aan de Maas. Dendron College, basisschool De Wouter in Amerika en Wijsterbeek. En we hebben eigenlijk met kinderen gekeken van waar maken zij zich zorgen over? Hoe denken zij over de toekomst? En ook wat voor creatieve ideeën hebben zij? En daardoor krijg je dat ze dus gaan nadenken over, er zitten kinderen bij van boerengezinnen. Er zitten kinderen bij die zich heel erg zorgen maken over klimaatverandering. En die gaan dan met elkaar in gesprek en die horen ook hoe de ander daarover denkt. En die komen dan in aanraking met ideeën zoals de andere alternatieve energiebronnen bijvoorbeeld. Of andere manieren van samenleven. Misschien voedselbossen in de gemeente. Of waarom maken we niet van alle voortuinen één gezamenlijke voedseltuin. Dat zijn ideeën waar de kinderen dan bijvoorbeeld mee komen. En wij willen dat dan weer voeden in de workshops die we met volwassenen gaan doen. Volgende week donderdag 23 mei. Hebben wij om 7 uur inloop, 7:30 start het, een workshop over Buen Vivir. Ja. Zuid-Amerikaans principe van het goede leven. Hè? Het goede leven, nou, daar zijn we hier in Limburg zeker wel van. Hè? We houden van lekker eten, gezelligheid, fijn leven. Ja. Maar wat betekent dat nou voor iedereen? En hoe zien wij dat in de toekomst? Als mensen steeds meer gaan polariseren en er ook steeds minder woningen zijn, steeds meer mentale problemen, hoe... Ja, dat zijn de dingen die hoog, waar mensen aan denken. Maar als we daar eens voorbij gaan, van hoe zou dan wel een ideale wereld eruit zien? Ja, maar je zegt nou, dan is de opening. Mm-hmm. En wat gebeurt daar dan precies? Ja. Dan ga je met elkaar in gesprek? Of, wij gaan, ik heb een methode ontwikkeld, die heet Futures Ecologies, dus toekomstecologie. En dat gaat er eigenlijk om dat we leren van de natuur. Hè, die is al miljarden jaren geëvolueerd, die is heel slim. We leren van de natuur hoe wij als mensen onze samenleving kunnen inrichten. En die methodiek is opgenomen in een handleiding toekomstdenken van de Rijksoverheid. Naast methodes van KNMI, TNO, Universiteit van Rotterdam. Allemaal mensen die methoden hebben ontwikkeld om toekomstdenken te stimuleren. En dat gaat er eigenlijk om dat je dus nadenkt over de toekomst om je handelen nu anders te doen. Dus als het beeld wat je hebt van de toekomst bepaalt eigenlijk wat jij nu doet. Dus in die sessie gaan wij toekomstdenken. We gaan nadenken over welke ontwikkelingen spelen er nu binnen de gemeente. Hè? Hoe gaat dat eruit zien over 10 jaar, over 50 jaar? Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld landbouwbeleid, maar ook de mentale gezondheid onder jongeren. Hoe kan dat nog veel erger worden? Of hoe kan het misschien nog veel beter worden? Mm-hmm.
Is daar de gemeente ook bij betrokken? Nee, de gemeente is geïnformeerd. En wij zijn ook met hen in gesprek. Maar zij zijn niet de drijvende kracht. Dit komt echt vanuit inwoners, ondernemers en kunstenaars. Willen wij eigenlijk dus groepen mensen samenbrengen hierin. Niet om een beleidsplan te ontwikkelen. Maar wel om mensen aan het denken te zetten. Want denk nou eens even na over, niet over 10 jaar, maar over 50 of 70 jaar. Hoe kan dat eruit zien? En we gaan op een creatieve manier gaan we die verhalen verbeelden, letterlijk. We gaan verhalen maken. Net zoals je science fiction boeken hebt of films, gaan wij een science fiction boek maken over Horst. Met verhalen van inwoners, hoe dat er dan uitziet in het jaar 2100. En je ziet dat films als Star Trek en ook Avatar, dat heeft mensen geïnspireerd om op letterlijk ook uitvindingen, mobiele telefoons, allerlei dingen zaten in die films, waarvan mensen toen dachten dat kan niet. Ja. En toen kon het wel. En wij willen dat ook in Horst aan de Maas aan gaan zetten. Dat mensen dus gaan nadenken over wat willen we nu eigenlijk. Niet beperkt door de polarisatie of door de onmogelijkheden van het nu. Maar hoe kan die toekomst eruit zien? En dan gaan nadenken, hoe kunnen we daar nu in Horst aan de Maas dingen in veranderen. Hè? Als er een wens is voor die gezamenlijke voedselbossen, kun je daar iets mee doen met de scholen, hè? Met de nieuwe Wijsterbeekschool? En dan gaan we kijken wat kunnen we daarmee. Bereik je dan niet meer als je de politiek ingaat? Je bent niet de eerste die vraag stelt. Ik wil juist dat dit een project is wat toegankelijk is voor iedereen. Tuurlijk hebben wij hebben dat lange termijn denken en wij denken dat je met heel veel dingen rekening moet houden. Maar zodra je er een politiek of gemeentelijk kleurtje aan geeft, dan heb je denk ik ook heel veel mensen die denken, dan wil ik daar niet bij zijn. We willen dat dit gedragen wordt door de inwoners zelf. En wat zij bedenken en wat daaruit komt, daar gaan wij dan mee aan de slag. Oké, ik kan me voorstellen dat je dat zo ziet. Op zich wordt iemand politiek die wordt gekozen. Hè? Dus ja, je hebt daar wel een draagvlak. Ja. Dus, ja, nee, in die zin geen politieke ambities. Ik hoor heel veel ideale dingen. En dat is goed, hè? Ik heb er verder geen oordeel over. Ja. Maar als ik dan denk van als je naar een resultaat toe wilt, kun je het dan. En je wilt het. Ja. Eigenlijk wil je het nog groter oppakken. Hè? Je wilt beginnen in Horst en je richt je op Horst. Ja. Maar natuurlijk is Horst, als alleen een Horst het goede leven is, doen we niks voor de wereld. We zijn wel aan het kijken om die verbindingen ook te leggen. Dit project doet mee in een Europese subsidieaanvraag, waarin we dorpen in Italië, Griekenland en dus Horst aan elkaar gaan koppelen. Om ook te kijken, er is heel veel focus op steden, op stedelijke gebieden, toekomst van steden. En dat hoor ik hier ook. Dat is niet per se, het is een beetje haat-liefde verhouding met de stad en de stedelingen. Ik denk als we nou eens uitgaan van de kracht die hier is en de ideeën die hier zijn en dat zeg maar heel groot maken door het dus ook aan andere Europese steden te koppelen, dan kun je ook dat gedachtegoed, die gemeenschapszin verspreiden. En ik denk dat, om nog even terug te komen op jouw punt, het is heel idealistisch. We hebben een duidelijk doel, maar ik geloof heel erg in de kracht van mensen. Dus het is een grassroots, een organisatie, een stichting die vanuit de mensen zelf komt. Mm-hmm. En ik denk als je het daar ook houdt en eenzelfde de middelen geeft om zelf dingen te veranderen, dan hoeven we niet te wachten op de politiek. Mm-hmm. Want dat is, hoe je er ook over denkt, behoorlijk een zootje op het moment. Op allerlei vlakken is het moeilijk om te kijken naar waar gaat het nou heen en wat verandert er allemaal? Het is heel onzeker. Dus in plaats van ons daarop te richten, willen we juist kijken naar wat kunnen we nu met de mensen doen zonder te wachten op fiat van andere. Maar is het niet heel onzeker om te wachten van wie gaat er eigenlijk allemaal meedoen? Ja, dat is heel spannend. Ja, dat is zeker spannend. Dus we zijn in contact met allerlei groepen, ook met de buurtverenigingen en allerlei organisaties, ook met scholen, om te kijken van kom naar ons toe. We zijn nog steeds een nieuwe club. Ja. Mensen kijken ook naar ons van wat doen jullie? Ja, we willen echt heel open zijn daarin. En je hoeft het echt niet met elkaar eens te zijn. We willen juist mensen die anders denken over dingen met elkaar in één ruimte brengen. Want dan ontstaat er iets. Dan kun je met elkaar in gesprek. Maar staan mensen daarvoor open? Merk je dat als jij jouw verhaal doet bij iemand, dat mensen zeggen, dat is echt een goed idee. Wij gaan mee. Ja, de meeste mensen die wij spreken zo in gesprekken, dat zijn ook vaak de mensen die sowieso al vooraan staan. Die zijn enthousiast. Ja. De groep daarachter is een beetje aan het kijken van waar gaat dit naartoe?
En sommigen zeggen ook van nou, daar heb ik geen interesse in. Nee. Sommigen zeggen, oh wat een mooie kans om op die manier creatief na te denken. Even zonder, want er zijn talloze klankbordgroepjes vanuit de gemeente. Daar hebben mensen misschien ook soms geen zin meer in. Ja. Wij willen iets bieden, dat is geen klankbordgroepje. Je werkt samen aan zo'n toekomstverhaal. Mm-hmm. Wordt gepubliceerd in een boekje. Komt een tentoonstelling van, zodat het weer gedeeld wordt. En we hopen dat het mensen aan het denken zet vooral. En dat ze gaan nadenken over hoe dingen anders kunnen. En wat anders is, dat is aan de mensen zelf om dat te bepalen. Ja, dan hebben jullie verschillende projectjes. Hè. Je noemde al Buen Vivir. Je hebt ook de kunstenaars die hier komen. Ja, de Westenwindkracht 12. Ja. En door wie wordt dat allemaal betaald? Nou, we hebben een subsidie gekregen van de culturele hotpot van de gemeente begin dit jaar. Daar doen we de sessies mee. Voor Westenwindkracht 12, ook van de culturele hotpot, komt uit hetzelfde potje. En we zijn op zoek nu naar meer subsidie, dus via die Europese aanbestedingen. Dat is heel grappig, want normaal heb je eigenlijk weinig de dorpen is eigenlijk weinig voor dat soort subsidieaanvragen. Maar door te koppelen aan andere dorpen in Europa kunnen we dat geld deze kant op trekken. En zo zijn er meerdere dingen op het gebied van cultuur of participatie, zoals dat heet. Dus we zijn altijd op zoek naar dat soort mogelijkheden. En een klein beetje komt ook uit de gemeenschap zelf, financieel en ook in vrijwilligersuren. Dus wij werken ook veel samen met mensen die ons helpen om dit op poten te zetten, waarvoor we heel dankbaar zijn. Ja. Hoe zie jij de toekomst van Horst Futures? De toekomst van Horst Futures. Ik hoop dat wij mensen mogen inspireren met de verhalen die zij zelf maken. En ze ook een spiegel geven van hoe fantastisch het hier is. Hè? En hoe fantastisch het kan worden en hoeveel mogelijkheden er zijn. En ik hoop dat ook mensen van buiten Horst aan de Maas dit project gaan zien. En ook gaan zien de kracht die er in dorpen is. En de gemeenschapszin die hier is. En niet alleen maar op een negatieve manier ernaar kijken. Hè? Dat het eigenlijk juist dat hier heel veel innovatie zit en heel veel creatieve ideeën. Wat voldoen die gezien dan, denk ik? Ja, ik vind soms dat er een bepaalde, wat ik zeg, die tweedeling tussen stad en landelijk gebied. Mm-hmm. Of ook qua mogelijkheden, qua subsidie en dingen. Het is echt wel lastiger om het hier naartoe te krijgen. Omdat mensen altijd naar de grotere plekken. Ja, maar als je het hebt over gemeenschapszin. Hoor ik eigenlijk overal dat die juist hier in de dorpen Limburg, met name dat die heel groot is. Ja, nee, daar is absoluut geen gebrek aan. Ik denk dat als je laat zien, ik zou het wel interessant vinden om inderdaad een fantastisch science fiction verhaal, wat hier geworteld is met echt plekken en mensen die hier wonen. Mm-hmm. En dat je op dat kan gebruiken om mensen na te laten denken over hoe willen we eigenlijk, wat voor voorouder willen we eigenlijk zijn. Dat is natuurlijk een hele grote vraag misschien, waar denk ik weinig mensen over nadenken. Maar over een aantal generaties zullen ze terugkijken naar ons nu. He, los van of jij zelf fysiek een kind hebt gekregen. Ja, wij zijn als generatie, zijn wij de voorouders voor die generatie. En hoe denken ze dan aan ons terug? Of hoe willen wij herinnerd worden? En ik denk als wij laten zien dat we alles aan hebben gedaan om dat hier goed en mooi te houden. Dat ze trots op ons zijn. En dat hoop ik dat Horst Futures daar een rol in mag spelen. Dat is dan eigenlijk ook een beetje het doel van Horst Future. Ja. Ja. Nou, dat is een mooie om mee af te sluiten. Ja. Ik hoop dat het een beetje duidelijker is geworden. Nou, voor mij is het weer iets duidelijker geworden. Ik hoop voor u als kijker ook. En dat vind ik misschien ook de kern van het verhaal. Hoe wil jij herinnerd worden als voorouder? Marjolein, hartelijk bedankt. Ja, jij ook. Ik ben een goede prater, daar ligt het niet aan. Kijk ook even op de site van Horst Futures. Ik heb hem doorgenomen, het is een hele mooie site. En dat maakt ook wellicht nog een en ander wat duidelijker. Dankjewel, ik zie je graag de volgende keer weer. Ja.